Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 30 mei van Weerplaza. Het was vandaag totaal ander weer dan gisteren, een grijze dag op veel plaatsen en amper strandweer, want de temperaturen lagen aan de lage kant. Het werd zo'n 17 graden in het noordwesten van het land tot 24 nog wel in het oosten. En verder was de warme lucht vandaag te vinden boven het oosten van Europa. Dat zijn deze buien. Die leverde flink wat neerslag op in het oosten van Duitsland en het komende etmaal. Dan blijft die omgeving toch wel gevoelig voor veel bewolking en een aantal buien. En ook in het noorden van Europa is het weer onstabiel onder invloed van een laag drukgebied. In onze omgeving bouwt een hoge drukgebied geleidelijk aan op en dat bepaalt morgen en ook donderdag het weer in onze omgeving. En ook op vrijdag blijft het droog en schijnt de zon geregeld. Vanavond zien we echter een afwisseling van wolkenpartijen. Soms klaart het even op en de temperatuur loopt uit 1 van 16 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten van het land. En de wind zwakt geleidelijk aan af. En vannacht klaart het soms ook nog op, maar er zijn veel wolken en lokaal kan er wat lichte regen of motregen vallen. En de minimumtemperatuur ligt rond een graad of 13. En morgen beginnen we dag met wolkenvelden. Lokaal is nog een spatje regen mogelijk, maar verder verloopt de dag toch wel veelal droog. En in de loop van de ochtend breekt van het noordwesten uit de zon geregeld door. Met 18 graden in het noordwesten tot 22 in het oosten van het land is het dan minder warm dan vandaag. En daarbij draait de wind naar het noordwesten en trekt aan tot windkracht 3 of 4. Dan hebben we donderdag en vrijdag toch een paar aardige dagen. Donderdag is het vrij rustig wat de wind betreft, is het vrij zonnig en wordt het 20 tot 24 graden. Op vrijdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. De wind draait naar het zuidoosten. En op veel plaatsen wordt het zomers warm met 25 tot 27 graden. Alleen in het noorden blijft de temperatuur iets achter. Maar goed, 23 of 24 graden is toch steeds aangenaam voor begin juni. Op zaterdag wordt het echter anders. De dag begint met veel zon en nog wel warmte, maar in de loop van de dag zien we meer wolken en gaat het soms ook flink regenen. En als we kijken naar de temperatuur voor de langere termijn, dan zien we dat na zaterdag de temperatuur naar beneden gaat, dat we hooguit 20 graden halen en ook volgende week is dat het geval. En bovendien is het dan erg wisselvallig met elke dag wat regen. Ik ben Diana Woei van weerplaza.nl.